Welkom terug voor het tweede gedeelte van mijn praatje over ongelijkheid en digitale samenlevingen. En dan vooral in het tweede gedeelte gaat het over de implicaties voor het onderwijs, beleid en de praktijk. Ik vind lesgeven voor leraren en ook voor leerlingen natuurlijk in deze context. Ik wilde belangrijke punten aankaarten waarbij het vooral heb over... wat het onderzoek aantoont wat betreft waar die ongelijkheid bestaat. En participatie in digitale samenleving wordt bepaald door cumulatieve en sequentiële processen. Dat is wat ons onderzoek laat zien, waar ik het ook een beetje over gehad heb in het eerste gedeelte van ons van het praatje. Cumulatief betekent dat jongeren die meerdere achterstandsfactoren, waarin meerdere achterstandsfactoren samenkomen, ook vaker meer achterstand hebben in de digitale wereld. En dat ze daardoor ook minder goed deel kunnen nemen aan de digitale samenleving. Dat het ook sequentiële processen zijn. Dus dat, vaak jongeren die van afstandsgroepen komen geen goede toegang hebben, geen goede verbindingen hebben, minder apparaten hebben waarmee ze verbinding kunnen maken met het internet of met de digitale wereld. En dat, dat die mindere toegang, dat ook vaak verbonden is met mindere digitale vaardigheden. En dat die combinatie van een slechtere toegang en een lager niveau van digitale vaardigheden vaak ook betekent dat ze de technologie op een meer gelimiteerde en minder brede manier gebruiken. Voor dingen die alleen maar relevant zijn voor hun, waar ze zich comfortabel bij voelen in plaats van de grenzen te ontdekken. En dat dat dan ook weer allemaal samenleidt tot minder positieve uitkomsten voor deze achterstandsjongeren en meer negatieve uitkomsten, of het minder goed kunnen vermijden van de meer negatieve uitkomsten die de digitale samenleving ook met zich meebrengt. En waarom is het belangrijk voor het onderwijs? Is omdat onderwijs staat centraal in het leven van jongeren, van de meeste jongeren. En leraren hebben vaak al een heel goed inzicht in de achtergrond van jongeren. En die weten toch vaak hoe leren, of het nou digitaal is of niet, hoe dat verbonden is met de situatie van het kind, verschillende soorten groepen, verschillende soorten omgevingen, toch een impact kunnen hebben. En die kennis van het onderwijs die we al hebben, waar we al een hele geschiedenis hebben, zich ook goed toe kunnen passen, dat we die ook goed toe kunnen passen in deze digitale wereld. Dus het is niet zo dat deze digitale wereld heel anders is dan wat we hiervoor hebben meegemaakt. Dat is een laag bovenop, maar het is niet een hele andere wereld dan de wereld die we al hadden. Dat betekent ook dat het gebruik van ICT's, en dat is misschien wel een beetje anders, en de consequenties van dat gebruik, is een uiting van een klassieke van het individu, van het kind, dat de leraren vaak wel goed kennen, maar ook van de technologieën die beschikbaar zijn aan dat kind. En dat hebben we nu ten tijde van corona gezien, is dat het voor een heleboel leraren best wel een verrassing of een shock was om te zien dat de digitale wereld, de apparaten, de manier waarop dat in huizen om wordt gegaan, of waar technologie plek heeft, die technologie heeft in een huishouden van het kind, of ouders goed kunnen ondersteunen van het maken van huiswerk. Dat waren dingen die eigenlijk niet zo goed zichtbaar zijn, maar die in de tijd van corona juist heel erg naar de voorgrond zijn gekomen. En waar we steeds meer aan beseffen zijn dat die thuissituatie niet alleen maar wat sociaal-economische, sociaal-culturele achtergrond, maar ook wat de digitale achtergrond echt problemen kan opleveren voor kinderen om goed deel te kunnen nemen aan het onderwijs. En dat dus dat daar rekening mee moet worden gehouden. En niet alleen maar door het geven van technologische van apparaten, maar ook door het betrekken van andere groepen en stakeholders, actoren in de omgeving van het kind, om te zorgen dat die het kind kunnen ondersteunen. En dan hebben we het niet alleen maar over formeel leren, maar ook over informeel leren, om eens een goede plek in de samenleving te kunnen hebben. En die beide, dus de karakteristieken van het individu en hoe die uiting komen en de technologieën die beschikbaar zijn, die worden voorgegeven door die context waarin jongeren opgroeien en leven. En in het boek dat deze maand of volgende maand uitkomt, het Digital Disconnect, een boek dat ik ga publiceren, heb ik het daarover, over hoe dit vaak niet zo op wordt genomen in het denken over technologie. Dat we vaak een hele individualistisch idee hebben over technologie en dus vaardigheidstraining vaak gericht is op het individuele kind en niet op de omgeving. Of dat we nationaal beleid denken op nationaal niveau, dat er eigenlijk maar weinig bekend is of hoe die implementatie daarvan op de wijken waarin jongeren met zich leven en vinden, spelen,
sporten, al dat soort dingen doen. Dat die eigenlijk al heel weinig weten over wat jongeren zien en ervaren in het digitale, in hun dagelijks leven, in die wijken waar ze wonen. Hetzelfde geldt voor het huishouden en de scholen waarin jongeren zijn. Vaak weten we wel wat een beetje van technologie of ze iets hebben of niet. En daar zijn ook heel veel initiatieven op gericht. Maar we weten eigenlijk niet zo goed wat mensen in die huishoudens of op die scholen, wat voor soort attitudes bestaan in de technologie. Hoe andere mensen in die omgeving technologie gebruiken. Dus niet alleen maar de aanwezigheid van technologie, maar de praktijk van technologie. En dat we dus ook zien dat we eigenlijk helemaal niet weten hoe vriendschappengroepen, familiegroepen, wat voor soort voorbeelden die geven over het gebruik van technologie. En in deel 1 van deze presentatie had ik het al over het belang van informeel leren. En dat komt echt weer terug als we gaan nadenken over hoe digitale vaardigheden in het onderwijs, wat voor soort beleid we moeten opzetten en wat voor soort praktijken we moeten aangeven, is dat nog belangrijker dan formele training, van vaardigheidstraining, dat nog belangrijker is hoe leraren en andere leerlingen en instellingen die met jongeren werken en de huishoudens en de wijken waarin die jongeren leven, hoe die met technologie omgaan. En die sociale netwerken, dat kunnen de sociale netwerken zijn, in de niet-digitale, maar ook in de digitale wereld. En we weten niet eigenlijk hoe er een soort gedrag en vaardigheden gefomenteerd wordt. En daar moeten we echt meer over weten. En dan zouden we eigenlijk ook op scholen meer gesprekken over moeten hebben. Over wat gezien wordt als goed gebruik. Als we dan hebben over curriculum, kunnen we dan ook zien dat we wel weten over het technologisch curriculum, maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe technologie en digitale vaardigheden in het hele curriculum worden geleerd. We hebben over groepsidentiteit, sociale, culturele, sociaal-economische identiteit. We weten dat het belangrijk is, maar we weten eigenlijk niet hoe dit, die historische en culturele factoren die bepalen of iemand zich geïsoleerd of gemarginaliseerd voelt, die uitspelen in het dagelijks leven. En dat het heel erg afhangt van waar je woont, hoe die karakteristieken van het kind tot uiting komen in een soort gebruik van technologie of niet. En het kan heel veel een verschil uitmaken of een kind dat in armoede leeft, misschien van een groep komt die gediscrimineerd is, of dat een positief of een negatief impact heeft op het gebruik van de technologie, afhankelijk van hoe in de specifieke gemeenschap waarin zij wonen die technologie wordt gebruikt en gewaardeerd. En natuurlijk, persoonlijke kenmerken zijn ook belangrijk. Dat is vaak veel zichtbaarder voor jongeren. Een van de karakteristieken van technologie die we nu vaak gebruiken voor het onderwijs is tweevoudig. Eentje is dat het heel erg gaat om wie er zichtbaar is. En dat de mensen die zichtbaar zijn noodzakelijkerwijs meer aandacht krijgen. Technologieën zoals Zoom, die laten degene zien die praat en die de camera aan heeft ten eerste. En dat zijn vaak jongeren die achterblijven. En dat zijn vaak jongeren die al een minder zichtbare positie hebben in de samenleving of in de gemeenschap waarin ze wonen. En het tweede onderdeel daarvan is dat er vaak heel veel wordt gepraat over de persoonsgericht of onderwijs. En daar wil ik in de conclusies dadelijk nog naartoe terugkomen. Dat dat misschien niet zo'n goed idee is als wel gedacht zou kunnen worden. En dat zal ik daarna uitleggen. In het eerste gedeelte van mijn praatje had ik het er al over dat we vaardigheden moeten denken. Niet alleen maar de vaardigheden om de technologie van nu te gebruiken. De platforms en de apparaten en de software die we nu gebruiken. Maar we moeten denken aan een digitale toekomst die er heel snel al ziet aan te komen. En er misschien al zelfs wel is. Als we denken over de digitale toekomst, dan denken we over onzichtbare technologie. Het Internet of Things, waarbij het internet ingebouwd is in onze kasten en onze horloges en onze kleding en dat soort dingen. Maar ook over artificiële intelligentie, die natuurlijk al gebruikt wordt door search engines zoals Google of door op straat of in winkels als of online winkelen bijvoorbeeld of dat soort dingen, waardoor persoonlijk aan wordt gepast naar, gebaseerd op je karakteristieken. En wat we daar zien is dat de vaardigheden, we dachten dat die eigenlijk meer aan de voorgrond staan in het onderwijs, functionele technische vaardigheden, waarschijnlijk minder zullen belangrijk zullen worden in deze nieuwe digitale wereld. Omdat die functionele, om hoe je de technologie moet gebruiken, welke knopjes je moet duwen, hoe je dingen moet installeren, dat dit vaak door de technologie over wordt genomen.
Terwijl al die andere dingen die nodig zijn om de juiste uitkomst of positieve uitkomsten te behalen en negatieve uitkomsten te vermijden, veel onzichtbaarder zijn. En dat het in deze digitale toekomst dus nog belangrijker wordt om echt te denken over die meer kritische, creatieve, sociale vaardigheden die je toestaan om te begrijpen waarom bijvoorbeeld je koelkast zegt dat je melk moet kopen. Of hoe om te gaan met van de ene kant een app die zegt dat je meer moet slapen en dan van de andere kant een app die zegt van ja, maar je moet ook meer sporten en je moet ook wel veel meer ontspannen zijn, want je bent veel te gestrest of zo. En waar komt dat vandaan en wat doen we daarmee met die informatie? Dus veel meer interpretatief, begrijpend, dat informatie ontworpen en ontwikkeld wordt door mensen. En dat als we het hebben over misinformatie, dat gaat natuurlijk niet weg met de automatisering. Dat zal zelfs misschien nog wel groter worden, omdat het minder transparant wordt waar bepaalde inhoud vandaan komt en waarom we met bepaalde dingen gepresenteerd worden. Keuzes gebaseerd daarop die we moeten maken. Het model dat we daarvoor gebruiken in het project is Kasaka for Go. Om hierover na te denken. Dus we hebben kennis, bewustzijn, vaardigheden en collectieve actie. Voor beneficial outcomes, voor positieve uitkomsten. De eerste drie. Dat zijn de standaard dingen waar we nu ook al wel over aan het nadenken zijn, maar vaak in een heel individueel niveau. Terwijl wat we steeds meer zien, is dat de digitale toekomst, dat het heel moeilijk zal zijn voor individuen om daar profijt van te trekken op zichzelf. Omdat dat er veel meer collectief bewustzijn zal zijn. En wat bedoel ik daarmee? Het is niet zo dat jij met je digitale vaardigheden die digitale wereld veel zou kunnen veranderen. Dat het ook niet dat het de verantwoordelijkheid is van mensen die misschien een achterstand hebben in de digitale wereld, dat die ons in moeten halen, nou, als we uitgaan dat wij wat geavanceerder zijn in onze digitale vaardigheden. Maar dat we ons allemaal moeten beseffen dat al ons gedrag op het internet, alle keuzes die we maken op het internet, een impact hebben op de mensen die technologie naast ons of na ons zullen gebruiken. Bijvoorbeeld als ik een deur open in een digitale wereld, dan zal die deur daarna ook meer waarschijnlijk openstaan voor degene die na mij komt. Als ik positief reageer op de berichten van sommige mensen en niet op de berichten van andere mensen, dan zullen die mensen ook positief feedback krijgen en zich meer zelfvertrouwen geven. En er zijn allerlei dingen die we doen als collectief en niet als individu. En het betekent ook op het niveau van het onderwijs dat scholen en individuele leraren dat die niet geïsoleerd kunnen werken, maar moeten gaan samenwerken, of dat doen ze vaak al, maar dat er digitaal meer centraal moet zijn. Samenwerken met organisaties in de wijk die met jongeren werken, sociaal werk, jongerenwerk, en dat daar het digitale heel erg belangrijk in zal worden, omdat daar vaak een soort versterking plaatsvindt van die achterstand. En dat dus ook heel belangrijk is dat we niet alleen maar werken met de jongeren, maar ook met de organisaties en de ouders die daarvoor staan. We kunnen dan in het praatje misschien daarna in de vragen- en antwoordsessie wat dieper op ingaan. En natuurlijk voor positieve uitkomsten. Dat zijn, ik geloof ik wel van overtuigd dat die belangrijk zijn. Dus om af te sluiten. Het is heel belangrijk dat in het onderwijs, om niet alleen maar vaardigheid te onderwijzen die functioneel en technisch zijn, voor het gebruik van de technologie, dus ik ook denkend aan de toekomst, en een scala van de uitkomsten dat mensen kunnen behalen, jongeren kunnen behalen, dat we ook vooral kritische en sociale en creatieve vaardigheden in het onderwijscurriculum onderbrengen en in de dagelijkse praktijk van ons onderwijs. Persoonsgepast onderwijs kan leiden tot een toename van ongelijkheden, omdat iedereen met een ander startpunt en verwachtingen begint. En als je dan iedereen op zijn niveau tegemoet komt, of haar niveau tegemoet komt, dat je dan zal zien dat degenen die van geprivilegieerde achtergrond komen, nog verder vooruit rollen. En dat het dus heel belangrijk is dat jongeren samen collectief ook in die digitale wereld leren om te kijken naar wat andere mensen doen. Wat zijn hun praktijken, wat zijn hun verwachtingen van technologie? Wat zijn goede dingen om te doen, wat zijn slechte dingen om te doen? Het gaat net zoals om leraren, maar ook om leerlingen. Het informeel leren is heel belangrijk. De route en obstakels die mensen tegenkomen, die zijn niet hetzelfde voor mensen van verschillende achtergronden, die in verschillende omgevingen leven.
En dat contextgericht onderwijs is nodig. Dus het beseffen van waar een kind vandaan komt, waar die woont en hoe dat het lesgeven kan beïnvloeden. En dan niet alleen maar in de traditionele manier van wat voor huishouden of het opleidingsniveau van de ouders, maar ook die digitale technologie die ze in hun huishouden hebben. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we ons niet alleen maar richten op het digitale, het onderwijzen van digitale vaardigheden, maar ook vooral wat willen we lesgeven, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, dat soort dingen. En hoe kunnen we het digitale daarin integreren om het relevant te maken voor het curriculum. En dan sluit ik af met dat punt, dat het integratie van digitale vaardigheden, omdat we informeel leren. En omdat leren altijd al een collectief proces is geweest, waarbij het leren van niet alleen maar de leraar, of van het lezen van teksten, maar ook in de discussies en de begrip van al ons leven, dat het geïntegreerd moet worden in het hele curriculum. En dat we niet nog steeds wel die specifieke technische en operationele vakken moeten hebben, maar dat het andere echt heel belangrijk is voor de digitale toekomst. Nou, en dan wilde ik daar graag mijn praatje mee afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren. Kijk uit naar uw vragen. Als u niet bij het congres zelf kan zijn, misschien deze video op een andere gelegenheid bekijkt, dan alsjeblieft stuur me een e-mail of zoek me op sociale media. En ik kijk uit naar de toekomstige discussies die we nog zullen hebben. Heel erg bedankt.